En wat hopen jullie hier nou van de mensen te horen uit de buurt? Nou, toch wat meer de kern van de problemen die zij ervaren. Hè, er zijn heel vaak verhalen die rondgaan, waar wij niet altijd goed zicht op kunnen krijgen. Op deze manier hopen we gewoon laagdrempelig met ze in gesprek te raken. Dat we ook meer te weten komen over wat nou echt de kern van het probleem is, wat hun betreft hier in de Roldestraat en omgeving. Vorig jaar hadden jullie ook een pop-up store in de Roldestraat. Hoe is dat bevallen? Ja, heel goed. Dat is ook een van de redenen dat we dat nu weer doen. De situatie is wel iets anders. Het is niet een bureautje wat één keer per week een paar uur open gaat. We gaan echt een langere periode voor meerdere uren per week ook open. Moeten jullie niet op straat zijn in plaats van binnen? Ja, het is een pop-up politiebureau met beperkte openingstijden. Maar wij zijn hier met enige regelmaat zijn wij hier ook gewoon te vinden op straat. Wij zullen vanuit hier fiets- en voetsurveillances laten plaatsvinden. Niet alleen in de Roldestraat, maar in de hele binnenstad van Assen. Dus het is echt niet zo dat we alleen maar hier in een politiebureau gaan zitten. We willen juist wat meer uit het beton, dus uit de politiebureaus, meer op straat ons werk gaan doen. En dit is een van de voorbeelden hoe we dat willen bewerkstelligen.